Ik heb hier een werk van Anne-Marie Kuster. En het is een hondje. Ja, dat is zeker te zien. Anne-Marie speelt met de werkelijkheid. Want het is natuurlijk wel heel concreet. Het hondje wordt uitgelaten, of het kan uitgelaten worden. Ik vermoed dat het een heel klein hondje is, de grootte van een lucifersdoosje. En de riem is al gereed gebracht, die heeft het hondje ook aan. Ja, het is enerzijds een anekdote. Een grapje misschien wel. Maar door dat spelen tussen werkelijkheid en wat een voorstelling is, in de vorm van een riem en een getekend hondje, denken we ook even na over verschijning en over dagelijkse kleine dingen. Het hondje bevat zelfs iets. En ook het lezen naast het kijken komt tevoorschijn. Met een heel verhaal. Een tweede fase. Een extra laag. Van een uiterlijk naar een innerlijk. Met een klein verhaaltje. En als je dat leest, dan zie je zowel in tekst als in een beeld wat een hond kan overkomen. Ik vraag me af of het er nog een achterkant is. Ja, ondersteboven. En ik zie hier adresgegevens van Anne-Marie. Een compleet pakket. Daar is over nagedacht. En op allerlei manieren zie ik heel duidelijk dat ze speelt. En ook met speelse onderwerpen heel goed een statement kan maken. Dit is een werkje van Anne-Marie Kuster. En Anne-Marie doet mee in Alkmaar.